Heb je gehoord van de Dode Zeerollen die per ongeluk in 1947 zijn ontdekt? Deze oude literatuur, die in grotten bij de Dode Zee werd gevonden, veranderde ons begrip van het vroege Jodendom en het Christendom volledig. In deze fascinerende reis zullen we de geheimen van het conservatief verkennen in meer dan 2000 jaar. Onthullen de oorsprong en het mysterie van de auteur en bespreek het belang van deze documenten voor de menselijke religie en culturele geschiedenis. Wanneer we het mysterie en de controverse van de Dode Zeerollen onthullen, wees klaar voor om een tijdreis te maken. Het manuscript van de Dode Zee is een buitengewone verzameling oude teksten die tussen 1947 en 1956 in verschillende grotten rond de Kirbet en Bran op de westelijke Jordaanoever zijn gevonden, beschouwd als een van de belangrijkste archeologische ontdekingen van de 20e eeuw. Bieden ze waardevolle inzichten in de historische achtergrond van het Tweede Tempel Jodendom en het vroege Christendom? In 1947 vond een jonge Bedouin de eerste manuscripten toen hij op zoek was naar een verloren geit in een grot. De daaropvolgende mijnbouw vond meer dan 900 bestanden. Deze manuscripten omvatten de Bijbels. Pseudoscripts en sectarische teksten die in elf grotten zijn verspreid, die in de buurt van de Cumran Site zijn ontdekt, dat is opgegraven en bestudeerd om een kloostergemeenschap te onthullen, die vaak geassocieerd is met Exenios. Ongeveer 40% van de manuscripten zijn kopieën van het Oude Testament. Bijna alle boeken van het Oude Testament zijn vertegenwoordigd. Naast Esther zijn deze teksten de oudste van vele bekende Bijbelboeken en vormen een belangrijke basis voor de tekststudie. Ongeveer 40% van de manuscripten zijn. Kopieën van het Oude Testament. Bijna alle boeken van het Oude Testament zijn vertegenwoordigd. Naast Esther zijn deze teksten de oudste van vele bekende Bijbelboeken en bieden kritische basis voor onderzoek. De rest van de tekst is sectarisch en omvat communautaire regels, hymnen, kalenders en bijbelse opmerkingen. De gemeenschapsverordening, ook bekend als het Disciplinaire Handboek, en de opmerkingen van Abakouk. Die de overtuigingen en praktijken van de groepen die met de gran verband houden, met misschien uitzonderingen weerspiegelen: deze manuscripten dateren uit ongeveer 250 voor Christus tot 68 voor Christus. Hun behoud is toegeschreven aan het droge en stabiele klimaat van de grotten in de Dode Zee, waardoor de Rollen meer dan 2000 jaar overleefden. Deze manuscripten bieden een bijbelse tekst duizend jaar eerder dan eerder bekende kopieën. Ze hielpen de nauwkeurigheid van de tekst van de Maasola, die in het jodendom werd gebruikt te bevestigen, en geleerden hebben belangrijke tekstvarianten verstrekt. Deze manuscripten beschrijven de religieuze praktijken. Overtuigingen en controverses van het Jodendom in de tweede helft van de helft. Ze illustreren de diversiteit van theologie en rituelen die in die tijd bestonden, in strijd met het idee van het Joodse idee. De sectarische en apocalyptische teksten onthullen overeenkomsten met de leringen en praktijken van vroege christenen. Ze bieden een historische achtergrond die helpt om de opkomst van het christendom. En de invloed van religie en cultuur op de vorming ervan beter te begrijpen. Hoewel veel geleerde manuscripten met uitzonderingen hebben verbonden, blijft de ware identiteit van de auteur controversiële. Sommige theorieën suggereren dat deze teksten misschien zijn geschreven door andere Joodse secten en zelfs verschillende gemeenschappen. Er is controversiële over de authenticiteit van sommige fragmenten, vooral met de ontdekking van moderne vals. Bovendien zijn veel manuscripten in een gefragmenteerde staat. Waardoor reconstructie en interpretatie uitdagend zijn. Geschillen over het eigendom van manuscripten tussen verschillende instellingen, regeringen en gemeenschappen hebben bescherming en onderzoek ingewikkeld. Onlangs zijn internationale inspanningen gericht op de digitalisering en het behoud van teksten. De Dode Zee Rolls zijn een fascinerend venster om de achtergrond van de oude Joodse wereld en het Christendom te begrijpen. Zijn bevindingen hebben de Bijbel en de historische studie volledig veranderd. Deze manuscripten bieden een nieuw perspectief en stellen interessante vragen die geleerden blijven uitdagen. Behoud en voortdurend onderzoek zijn van cruciaal belang om ons begrip van een van de belangrijkste tijdperken in de geschiedenis van de menselijke religie en cultuur te verdiepen. De dode zeerols bieden ons een uniek venster om het verre verleden te begrijpen, waarbij de geheimen en mysteriën blijven aantrekken die geleerden en nieuwsgierigheid over de hele wereld blijven aantrekken. Zijn ontdekking en onderzoek verrijken niet alleen onze geschiedenis en religieuze kennis, maar stelt ook vragen aan waarop we nog steeds proberen te antwoorden. Als je graag meer begrijpt over het mysterie van de dode zeerols, vergeet dan niet om deze video te laten delen met je vrienden. En abonneer aan ons kanaal voor meer prachtige inhoud over de oude geschiedenis en mysterie. Open de kennisgeving, zodat u onze volgende video niet missen en in de opmerkingen vertellen welke kant van de Dode Zee-manuscript het interessantst is. We willen echt uw mening horen.